Dag beste vrienden, vandaag in augustus, de eerste dag van deze maand, augustus, zaterdag, gaan wij verder met deze lezing met Jeremia, dit verhaal dat we gisteren hebben begonnen. En ook, we gaan een heel mooie boodschap van God vandaag krijgen van de toekomst van God in ons leven, hoe God ons kan redden en ook beschermd. En dat is een heel mooi ook verhaal en ook aanmoedigend voor ons in onze moeilijkheden, in onze uitdagingen van ons leven. Dan laten wij onze harten openen voor de Heer en ook voor zijn boodschap voor ons, zodat wij de woorden van de Heer kunnen ontvangen door een nieuwe manier. En dat verhaal dat wij gisteren begonnen ook kunnen doordringen in onze harten en het laten vervullen met vertrouwen, met deze zekerheid: God redt mij, God helpt mij, God beschermt mij. Laten wij dan met deze harten voorbereid door de Heilige Geest bidden en ook onze harten openen voor de eerste lezing. Dat is de vervolging van het hoofdstuk 26, de eerste lezing van vandaag. In die dagen zeiden de priesters en de profeten tot de edelen en tot alle aanwezigen: deze man, Jeremia, is de dood schuldig. Hij heeft tegen deze stad geprofiteerd. Hij heeft het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen: alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad die hij hebt gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God. Misschien krijgt hij dan spijt over het onheil waarmee hij u heeft bedreigd. Met mij kunt hij natuurlijk doen wat hij wilt. Ik ben in uw macht. Maar als hij mij doodt, moet hij wel weten dat hij onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar inwoners. Want het is in opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tot de priesters en de profeten: deze man is de dood niet schuldig. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. Het was vooral van Achikam, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in de handen viel van het gebeurde dat hem wilde doden. Dan we zien hier wat ik ook gisteren gezegd heb, deze bevestiging. En Jeremia drukt dat heel goed uit in zijn woorden tegen het volk en de edelen: ik spreek in opdracht van de Heer. Ik spreek in opdracht van de Heer. Twee keer zegt hij dat. En dat was ook wat de edelen en de aanwezigen tot de priesters en de profeten zeiden: deze man spreekt namens de Heer. Zij hebben geluisterd. Dan als in deze situatie iemand geluisterd heeft, dan komt de toekomst van God. En dat is wel heel opmerkelijk. De edelen en de aanwezigen die gewaarschuwen de profeten en de priesters. Wij zien hoe soms de waarheid kan bedraaid worden, dat de Heer van wie wij verwachten, zijn tegendeel degenen die het niet aanvaarden. En hier heeft God zijn hulp getoond tot Jeremia, waarom dat zijn uur was niet gekomen. Zijn uur om echt gegrepen te worden en leden onder de smarten, dat was nog niet de tijd. Maar hier krijgen wij door dit verhaal een sterk voorbeeld van waarheid blijven spreken. Jeremia, hij zei dit woord, hij probeert zich niet
te redden van het lijden. Hij zei, als u wilt, u kan doen met mij wat u wilt. Maar daarvoor zei hij, ik spreek in de naam van de Heer en hij vraagt u beter uw leven, luister naar de Heer. En als wij ja, onze leven willen beteren in deze zin, dat vraagt luisteren. Luisteren is een woord die hoort bij Jeremia. En dat uitspraak, los van zichzelf, hij zei, doe met mij wat je wilt. Hij aanvaarde het lijden. En het aanvaarden van het lijden, het blijven spreken van de waarheid, waren twee verdedigingen. Dat waren twee wapens dat hij heel goed heeft gebruikt in deze historische strijd. Dat heeft ook hem gered. Hij probeert niet zichzelf te redden. Nee, hij deed wat God hem vroeg. En de redding en de hulp kwam direct daarna. Het is een heel rijk verhaal en een heel leerzaam verhaal. Hoe wij ons kunnen ja, gedragen als wij zo'n situatie meemaken waarin wij zien. Ja, dat kan komen tot in veroordeling, in slecht situatie, maar altijd beter wel wat hij gaat doen. Hij verliet zich in de handen van God, maar ook door te aanvaarden. Het is in vervolging van wat we gisteren hebben gezegd. Hij bleef de waarheid spreken vanuit de gehoorzaamheid. Hij verliet zich in de handen van God en het verlaten zich in de handen van God, deed hij ook. Aanvaarden wat alles wat hij meemaakt. Aanvaarden, je mag doen met mij wat je wilt. Het is echt een woord dat wij alleen maar een persoon die de situatie aanvaard heeft kunnen beluisteren. En de psalm had ook zoals gisteren in deze richting van smeekgebed met veel vertrouwen. En deze psalm is ook een heel mooi voorbeeld van wat gebeurt in de eerste lezing. Een persoon die echt de genade en de bescherming van God smeekt, die beleeft deze bescherming. Het smeekgebed is geen gebed die ons gaat ja, vernederen. Nee, het is een tegendeel. Het is een gebed die ons opheft, omdat wij maken ons los van de tegenwerk tegen het lijden. Maar we zeggen, ja God, ik leed, ik zeg dat recht uit aan u, maar ik aanvaard als het moet blijven. Maar ik vraag u, help mij. Het is vooral de smeek en de kreet, help mij. En dat is de Psalm ook 9:16, de andere versen die we gaan verder lezen vandaag. De Psalm zegt zo: mijn gebed hier richt ik tot u, nu is het de tijd van de genade. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hem die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dicht slaat. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang, hem dankbaar overal prezen. Zit toe, geringe, en wees verheugd. Schept moed, hij allen die God zoeken. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Verheert zijn gevangenen niet. En hier zien wij deze twee versen die zijn echt een voorbeeld van wat Jeremia meemaakte. God laat uw hulp mij beschermen. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Een persoon die aanvaardt is een persoon die arme is. Zegt ja, ik ontvang niet wat ik wil, maar ik ontvang wel wat komt. Maar niet met impassiviteit, nee, maar met een innerlijke reactie. Ja, het is moeilijk, ik aanvaard dat, rekent op de hulp van God. En dat brengt dynamiek in ons leven. En bij het evangelie zien wij een andere verhaal, een andere profeet, een heel grote profeet ook, Johannes van de Doper. Maar bij een verhaal, die toont aan ons dat ja, de bescherming van God werkt totdat het moment komt.
En bij Johannes van de Doper is dat moment gekomen dat hij het lijden zou afmaken, of zou volbracht worden, het lijden van Johannes van de Doper. Dus in einde die ik dan zeg, ja, nu is dat slecht gekomen. Nee, het is de tijd gekomen. En bij Jeremia, bij de eerste lezing, zien wij, het is de tijd nog niet gekomen. Maar het is in grote combinatie de twee lezingen samen, dat de betonen aan ons dat als wat bijvoorbeeld hier bij Johannes van de Doper zijn bescherming niet heeft laten zien, het is niet een teken dat God hem verlaten heeft. Nee, het is een teken dat nu is de tijd van de profetie die aan hem opgedragen wordt afgesloten. Nu is een nieuwe tijd. Maar de profeet was in vrede omdat hij wist, ik heb gedaan wat God mij vroeg. Laten we dan dit even heel te luisteren. Matthäus 15. In die tijd begon Jezus barmhartigheid tot de vier vorsten Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan, vandaar dat die wonderkracht in hem werkt. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel zij hem zo zien dat hij in eed is voor haar alles te zullen geven wat zij zou vragen. Haar moeder had haar het antwoord ingeschept en daarom zei ze: heeft mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Ofschoon dit de koning aan zijn hart hing, wilde hij toch ook wegen zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven, dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Misschien kan je ze afvragen en zeggen: zuster, zo'n leven wil ik niet, profeet zijn. Zoveel lijden voor de Heer en daarna ga ik sterven met zo'n banale kwestie. Een kwestie van trots en van aanzien, zoals hier bij Herodes in dit verhaal. Maar ja, dat toont wel wat Johannes van de Doper zei, ook in het evangelie van Johannes, dat God groter wordt en ik kleiner. En Johannes beleeft juist wat hij zegt. Hier werd hij heel klein, maar met een groot vertrouwen. Hij heeft gezegd en gedaan wat God hem heeft toevertrouwd. En hij is zelf gegrepen omwille van de waarheid. Wat hij zei dus voor Herodes was de waarheid. Maar Herodes aanvaarde dat niet. En daarom begon het lijdensproces van Johannes van de Doper, die hem niet tot het einde heeft gebracht zonder vruchtbaarheid, helemaal niet. Omdat dat was zo voorspeld. Hij moest wegen, kleiner worden, zodat Jezus in zijn publiek leven kan komen. En dat is dat wordt gemeld bij de laatste vers van het evangelie van daar. Toen de leerlingen van Johannes kwamen, de dood van Johannes meldde aan Jezus. Dat was een teken. Nu is de teken van Jezus weer. Dan een profeet, als hij
sterft of als hij niet meer actief wordt, zijn opdracht gedaan is, dat betekent niet dat het stopt. Nee, dat komt in een nieuw profiel, dat komt in een nieuwe fase. En dat is de dynamiek van de barmhartigheid van God, die nooit stopt. Dan een profeet, dit was hier Johannes van de Doper, hij is niet onvruchtbaar geworden. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Het volk voorbereiden voor Jezus. En nu was de tijd van Jezus gekomen. Dan het is een mooi voorbeeld ook voor ons, om de ongerechtigheden te aanvaarden. En weten dat alles dat overkomt, een betekenis kan krijgen voor ons leven en ook voor onze geestelijke weg. Alles in de handen van God kan vruchtbaar worden. Vragen wij deze genade van aanvaarden van het leven en ook van aanvaarden van alles wat wij moeten meemaken. Vragen, weten dat de waarheid overwint. De waarheid overwint. En dat is onze hoop, dat is de hoop van de profeten. Dat wij niet in de steek gelaten zijn. En de waarheid slaat ons niet, de waarheid vernedert ons niet, de waarheid bevrijdt ons wel. En deze bevrijding kunnen wij beleven, ook als in de ogen van de wereld of onze menselijke ogen alles te onder gaat. Nee, het is in tegendeel, dat is een bevrijding. Dat is nu bij Johannes de Doper, de bevrijding van de grote waarheid komt Jezus in zijn publiek leven. Vragen wij deze genade voor ons, maar ook voor alle profeten van onze tijd, alle christenen die worden bevolkt in deze periode, omdat zij hun geloof, dat zij hun geloof beleden. En vragen wij ook deze sterke houding van getuigen, zonder vrees, zonder willen altijd zacht te maken, nee, laten wij ook de stem van God laten klinken door onze woorden, door onze gedrag, door onze doen en laten. Vragen wij dat bij de moeder Maria, die ook voor ons een voorbeeld is van aanvaarden, van meeleden en ook van overwinning van de waarheid. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. God zegen u. Fijne dag nog. Dank u wel. Graag zouden wij een nieuwe campagne voor u bekendmaken in verband met het compendium. Zoals u al gehoord hebt, of heeft onze gemeenschap dit jaar voor het eerste keer dit compendium uitgegeven. Dat is een boek en ook een wegboek, omdat hier de teksten helden voor altijd en dat is een wegboek voor de Lectio Divina voor dit jaar. En onze gemeenschap is en was ook heel blij toen dat verscheen. Maar omwille van de coronacrisis voelen wij nu, midden van het jaar, dat een steun nodig is om dat verder te brengen. Met de sluiting van de paroquies, de beperking van de samenkomsten, is de bekendmaking van het compendium een beetje naar beneden gekomen. En wij zoeken nu, zoals ook bij andere landen waar het compendium is, in Brazilië bijvoorbeeld, of Canadá of Portugal, acties om het compendium toch te mogen uitdelen bij mensen die het nodig hebben. En zodat wij ook dat niet zo verwaarlozen en laten bijblijven bij onze huizen. En wij hier in België hebben het idee van een actie, dat is missionair tombola. Dan de mensen die ons willen helpen met deze actie voor het compendium, zodat wij de compendiums dan over zijn kunnen schenken. Bijvoorbeeld aan mensen die niet zoveel financiële kansen hebben, ofwel jongeren, ofwel mensen die kunnen ons helpen met de bekendmaking enzovoort. Dan u maakt contact met ons opnemen, ofwel voor uzelf,
om de tombola te verkrijgen. Het is een tombola van 3 prijzen. De eerste is in 2 dagen bij Abdij, hier bij Tongelo, in Abdij weekend, 2 dagen. De tweede prijs is in tafelen met 2 personen, in etentje bij een restaurant. En de derde prijs in ontbijtkoffie. En dat kost maar 5 euro voor 1 bonnetje. En u mag helpen bij het kopen voor uzelf, ofwel u ons helpen verkopen. En dat gaat ook heel gemakkelijk als u interesse hebt daarvoor. Ons contacteren en aanvragen. En dan sturen wij ook via post voor u als u interesse hebt voor uzelf of om mee te helpen met deze actie. En normaal gezien wensen wij de trekking plaatsen op 19 september in Tongeren, in ons huis in Tongeren. Hopelijk tot daar hebben wij alles verkocht en ook deze mooie actie samengebracht. En wij danken u alvast voor uw hulp. En mocht u meer info hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen, ofwel met vragen, ofwel suggesties, waar en hoe kunnen wij dat bekendmaken. Wij danken u alvast voor uw gebed daarvoor, voor uw medewerking en ook uw steun. God zegen u. Dank u wel.